Apenpokken vastgesteld in België. Virus begint met zeldzame opmars in Europa. Nee, nee, ik wil niet nog een keer. Eerst was het Batman-virus, nu Bukito-virus. Jongen, ik wil niet meer. Mocht dit een dingetje worden, ik meld mij bij deze al af. Oké, maar wacht, stel, apenpok wordt een dingetje. Dan zijn we deze keer wel voorbereid. We weten precies wat ons te doen staat als er een virus uitbreekt. Ha? Allereerst, 1, paniek. 2, wc-papier kopen in het geval voor de zekerheid, samen. Testen. Dan prikken. QR, vervolgens een tweedeling promoten via media en politiek. Artsen met een andere zienswijze censureren. Bezuinigen op de zorg en investeren in de handhaving. Ja, ik weet het nog! Apenpokken, apennootjes. Het zijn de symptomen dan? Misschien worden we dan allemaal langzamerhand aap. Dat zou zo fijn zijn, want dan kunnen we eindelijk masturberen in het openbaar. Mensen die besmet zijn met apenpokken krijgen uitslag die meestal in het gezicht begint en vervolgens naar andere delen van het lichaam gaat. Eeuw, je kan het niet eens verbergen. En hoe is het? Nou, ik zie al. Je hebt gewoon een pok op je kop. Oh. Ja, wat was er nog? Andere symptomen zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Oh. Dus gewoon een griepje met pukkels. Nou ja, over griepvarianten, daar hoeven we ons niet druk over te maken, want dat is gewoon... Ah! Ik zie hier dus nu een griep met pukkels. Ik doe niet mee. Nee, mij niet bellen. Dit is niet mijn monkey business. Ja, yeah. Nee, sorry. Over het algemeen verloopt een besmetting met het apenpokkenvirus via ademhalingsdruppels. Oh, nee, nog een keer. Een aanzienlijk deel van de huidige infecties vond plaats via seksueel contact. Zeggen gezondheidsinstanties. In de meeste gevallen ging het om seks tussen mannen. Joling en Gordon melden. Jullie hier binnen blijven. Oh, nee, ik wil af geen gebonk nu. Als jullie nog de dark hole in willen gaan, met bescherming. Ja. Luister jongens, mochten de apenpokken eigenlijk uit de hand gaan lopen, dan adviseer ik een pokdown.